Het lijkt erop dat Chateau Meiland, de populaire reality show op SBS 6, in het najaar terugkeert voor zijn tiende seizoen. Martin Meiland deelde in RTL Boulevard dat het nieuwe seizoen zich voornamelijk in het buitenland zal afspelen. Hoewel Martin niet bevestigt of ze terugkeren naar Frankrijk, waar de serie begon, hint Erika Renkema mogelijk op een einde aan de Chateau Meiland-periode. Erika verklaart dat de familie de grens overgaat omdat er iets nieuws moet gebeuren. Ze benadrukt dat reality leuk moet blijven en dat dit de afgelopen vijf jaar zeker het geval was. Echter, met de veroudering van de familie lijken ze te besluiten om elders te gaan wonen met Maxime en Leroy en willen ze niet langer draaien op het bekende chateau. Erika geeft aan geen fictie te willen creëren en daar geen zin in te hebben. In het vorige seizoen stond de verbouwing van het pension in Noordwijk Centraal. Recentelijk is het verblijf bezocht door bekende Nederlanders voor de spin-off château Meiland Vips. Die binnenkort op TV debuteert. De opmerkingen van Erika doen vermoeden dat er wellicht een nieuw hoofdstuk aanbreekt voor de Mailand familie, buiten de grenzen van het château.